Nou, ik ben Desiree Krol. Ik ben getrouwd. Ik heb een zoon van 21, bijna. En ik ben zelf 49. En ik werk in de Efteling. Op een gegeven moment toen knapte er iets. Ik wist niet waarom, maar ik zat niet goed in mijn vel. En toen heb ik een flow manager opgezocht. Toen ben ik naar buiten gelopen. Toen moest ik heel hard huilen en toen wist ik het niet meer. Ik ben naar de huisarts gegaan met de klachten die ik had. En die heeft geconstateerd dat ik een burn-out had. Er gaat van alles door je heen. Soms had ik het idee dat ik dacht van, moet ik uit bed komen vandaag, waarom? Het werd allemaal te veel, zeg maar. Zoals naar de winkel gaan. En dan dacht ik van, ja, wat doe ik hier eigenlijk in die winkel? Ook hartkloppingen. Maar ook al voordat ik naar de winkel moest, zeg maar, omdat ik angstig was of zo op een bepaalde manier, om naar de winkel te gaan. En ook angstig om gewoon weg te gaan thuis, zeg maar, uit de vertrouwde omgeving. Ik werk dus bij Polis. Als ik daar naar binnen moest, dan had ik een angst, zo'n paniekaanval, zeg maar. En ja, waarom, dat wist ik natuurlijk niet. Maar er was wel iets gebeurd daar, waarom dat ik die paniekaanvallen zou krijgen. Want ik moest van het bedrijf zelfs dan mijn sociale leventje weer proberen op te pakken. Maar daar hoort dus ook werk bij. Dus om te beginnen dan koffie drinken bij de plek waar je dan werkzaam bent, zeg maar. In dit geval is Polis. Maar ik stapte daar binnen en ik had echt zoiets van, wat gebeurt hier? Hartkloppingen en echt een angstig gevoel. Dus toen ben ik weer naar buiten gegaan. Toen ben ik niet meer terug naar binnen gelopen. Maar ja, die dingen, die... Dat moet een oorzaak hebben natuurlijk. En daar zijn we dan ook wel achter gekomen hoe dat, waar dat dan aan kan liggen. nu gaat het heel goed. Tijdens het coachen van jou, van Grace, heb ik een EMDR training gehad. Ik weet niet hoe je dat precies noemt. Ik heb ook maar één nodig gehad, want toen is echt alles eruit gekomen wat me dwars had, zeg maar. Maar na die EMDR-sessie ben ik wel Polis ingelopen, zonder hartkloppingen. Ik ben daar naar binnen gegaan, wat ze heel stoer vond, wat jij heel stoer vond voor mij natuurlijk. Nu gaat het gewoon ja, echt perfect. Ik heb vandaag mijn kleren ingeleverd, want ik ga de Efteling verlaten. Nu had ik geen emotioneel. Heel blij. Ja. Had je dat 3 maanden geleden kunnen bedenken? Nee. Nee, want toen zat ik echt in zak in de as. Ja. Dit zijn tranen van blijdschap, hè? Ja. Grace is sowieso een hele warme, lieve persoonlijkheid. Als coach is ze nog 10 keer liever. Ik weet niet goed hoe dat ik haar moet omschrijven. Het zal heel raar zijn als jij geen klik met haar hebt. Het kan gewoon niet anders. Jij brengt rust, tenminste althans bij mij, heb jij heel veel rust gebracht in mijn innerlijke, zeg maar. Als wij aan de lijn zijn met elkaar, hè, want wij bellen elkaar natuurlijk, we hebben regelmatig contact met elkaar, zou ik het zo zeggen. Ja, perfect. Ga ervoor. Doe het echt. Ja, ga er gewoon echt voor. Ik heb echt heel veel baat gehad bij dit traject. Als wij samen eigenlijk kijken van hoe dat ik stond 3 maanden geleden, zeg 4 maanden, en hoe dat ik er nu in sta. Die tranen van net was echt van geluk, want ik ben echt een gelukkig mens nu. Dit is gewoon een afsluiting, zeg maar, van al het gebeuren, van hoe en wat. En ja, dan gaat de wereld voor je open. Maar doe het. Ja. Doe het. De wereld is ook niet meer hetzelfde. De wereld is veel mooier. Open. Toevallig schijnt de zon vandaag. Ze zeggen wel eens tegen mij van... ik heb het vandaag ook nog een paar keer gehoord. Jij bent echt wel het zonnetje in huis. En dan denk ik, ja nu wel. 4 maanden geleden was ik niet het zonnetje in huis. Maar toen probeerde ik dat te zijn. En...
dat lukt dan op een gegeven moment, lukt dat niet. En dan word je boos op jezelf. Want dan denk je van, ja, kom op hoor, doorgaan. En daar heb ik al die tijd gedacht, zeg maar. En dat is wel verkeerd geweest. Maar je wordt wel dan met de neus op de feiten gedrukt van, je lichaam geeft aan, zeg maar, tot hier en niet verder. En dat was toen die 15 september. Toen is dat gebeurd. Tot hier en niet verder. Terwijl dat je al van tevoren heb ik echt al wel waarschuwingen gehad. Maar die heb ik gewoon allemaal weggestopt. Want ik dacht van, ja, stel je niet zo aan. Kom op joh, doorgaan. Dat doe je anders toch ook, dus waarom dan nu niet? Ik zou een bedrijf adviseren om dit sowieso door te zetten. Want niet alleen de werknemer heeft er iets aan, maar de werkgever ook. Want zulke mensen zijn gewoon nodig in een bedrijf. Ik durf daar echt mijn handen voor in het vuur te steken. Want ik ben echt wel een bewijs hoor. Het is jammer dat wij geen filmpje hebben kunnen maken tijdens mijn burn-out. We hebben daar niet aan gedacht. Dat is echt een wereld van verschil. Zoals ik hier nu zit, of hoe als ik hier 4 maanden geleden zat. Dus ga ervoor. Als bedrijf zijnde. Ja, pak het echt met beide handen aan. Een bedrijf zoals de Efteling heeft sowieso iemand nodig zoals jij. Echt waar. Bam.